afgelopen vrijdag heb je dan eindelijk je debuut gemaakt in het betaalde voetbal, hè? Ja, inderdaad. Het is 3 jaar geleden eigenlijk. De laatste thuiswedstrijd van mijn laatste jaar was het zover. Een mooie ervaring en een dag die ik zelf niet meer zal vergeten. Waar kwam jij vandaan? Voetbalvereniging Nieuwkerk. Ik ben hierheen gegaan met een 3 jaar contract. Eerste jaar was Eredivisie. Sowieso eerste jaar. Je komt over van de amateurs. Dus dan weet je dat je gewoon ontzettend veel moet bijscholen. Dat was gewoon een leerjaar voor mij. En het tweede jaar eigenlijk ook. Alleen waar nodig was, dan moest je er staan. En toen speelde Erwin hier. En die hebben het gewoon fantastisch gedaan. En die doet het nu weer fantastisch. Dus, daar kon ik allemaal mee leven. Het derde jaar dan hoop je inderdaad dat je eindelijk die stap kan maken om eerste doelman te worden. Dat gebeurt in eerste instantie nog niet, de keuze op Arjen. Maar goed, ik denk dat als ik terugkijk naar vrijdag, dat ik tevreden terug kan kijken en dat ik een bevestiging heb gegeven dat ik het gewoon wel degelijk aan kan. Ja. Ja, jij was gewend aan tweede klasser VV Nieuwekerk. Moet je erg wennen hier? Ik heb wel vooral de eerste weken kijk je ogen uit inderdaad. Je merkt wel dat je inderdaad bij een profclub zit. Maar verder ja, ik bedoel, voetbal blijft voetbal. Dus dat opzicht niet. Ik voelde me snel thuis. Je werd goed opgevangen door iedereen binnen de club. Dus nee, wat dat betreft voelde ik me wel snel thuis en snel aangepast. Dit is een beetje de plek waar ik normaal gesproken op vrijdagavond inderdaad zit. Ik ben er wel aardig aan gewend, moet ik zeggen. Ja. Nu heeft het 3 jaar geduurd. Heeft dat voor jou in die periode wel eens gedacht van, dit gaat er nooit van komen? Ja, natuurlijk is het met ups en downs, maar uiteindelijk ga je gewoon uit van je eigen kunnen. En weet je dat je het in je hebt en blijf je gewoon doorgaan. Dat heeft zich gelukkig uitbetaald. En nu heb je afgelopen vrijdag eindelijk je debuut gemaakt. Zullen we er even heen lopen? Ja, prima. Ik hoorde het anderhalf uur van tevoren. Ik kwam gewoon op de club zoals altijd en met de intentie om inderdaad daar weer op de bank plaats te nemen. Anderhalf uur van tevoren moest ik bij de trainers komen en dan kreeg ik het te horen. En hoe reageerde jij? Ja, enthousiast. Verbaasd eigenlijk dat in eerste instantie, maar met onwijs veel zin, absoluut. Ik denk dat wij sowieso als team een goede wedstrijd hebben neergezet. Ik persoonlijk ook. Ik pak denk ik in de rond de 10e minuut is het ongeveer hier een goede bal met 0-0. En 3 minuten later ligt hij er bij onszelf in. Dat geeft een goed gevoel. Dan weet je dat je op dat moment belangrijk bent geweest voor het team. Dat je een extra zetje geeft naar de jongens toe ook. Ik denk dat het een mooie avond is geworden. Ja.